Diederik Boer, ik kan me voorstellen dat jij je afscheidswedstrijd iets anders had voorgesteld. Ja, natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, gelukkig wordt de carrière niet bepaald bij één wedstrijd. En, anders was het wel een teleurstellend geweest, maar gelukkig kijk ik daar wel overheen. Ik denk dat we de eerste helft nog wel de bal prima spelen. Alleen ik denk dat we op het moment ook zeker slordig zijn. En we geven ook al 3 dikke kansen weg. En mij staat nog 1-0 voor. Tweede helft, dat leek natuurlijk helemaal nergens op. Het was gewoon een waardeloze tweede helft voor ons. En dat mag niet gebeuren. En je geeft al even aan, eerste helft al 3 grote kansen. Dan heb je een rust, dan heb je de mogelijkheid om iets om te zetten waardoor dat niet meer gebeurt. Gebeurde dat niet? Jawel, dat gebeurde zeker wel. Alleen bij de eerste goal, volgens mij, verlies ik de bal in het midden en 1 pas. En we staan 1-1 met de keeper. Dus ik denk dat dit wel een beetje typisch was voor dit hele seizoen weer voor ons. En die dingen die gebeuren al de hele tijd. En het blijft maar gebeuren. En dat is natuurlijk heel slecht. Ik denk dat dat wij ons wel kapot mogen schamen hoe wij ons hier als laatste wedstrijd ten opzichte van het publiek. Het publiek is al niet verwend en een schotel is dit jaar voor. Nou, dat is absoluut geen goede reclame voor deze selectie en voor de club. Dus wat dat betreft is dat heel, heel, heel triest. Maar aan de andere kant, we gaan gewoon door. Het leven gaat door. En bedoel je met dat typische dan het slordige of dat het af en toe het dubbeltje verkeerde kant opvalt? Ja, ik denk dat we zoveel kansen hebben gehad dat dat niet het dubbeltje de verkeerde kant op is geweest. Ik denk dat het gewoon het slordige van ons en het makkelijk weggeven van kansen is. Ik denk dat dat iets heel belangrijks in het voetbal is, hoe weinig kansen je weggeeft. Dat alleen maar slecht is. Je hebt je net op het veld afscheid genomen van het publiek. Je zag nog een filmpje van jezelf met momenten voorbij komen. Heb je nu al het gevoel van dat je met trots terug kan kijken of komt dat later? Nou, ik denk, als je mijn carrière gewoon ziet, gewoon een gemiddelde eredivisiekeeper ben geweest al die jaren. En een afscheid nemen met twee kampioenschappen in de Super League, bekerwinst en een Johan Cruijffschaal. Ik heb 3 jaar bij Ajax mogen spelen. Ja, dan denk ik dat je wel het maximale eruit hebt gehaald. En dat ik dan best terug mag kijken op een mooie carrière voor iemand. Voor een speler die normaal gesproken bij dit soort clubs bivakkeert. Ja, jullie hebben dit seizoen nog 1 kans om misschien het mooi af te sluiten. Ja, klopt. Het enige jammer is dat het dan een uitwedstrijd is voor de supporters. Maar ja, die wedstrijd die moeten we nu eigenlijk nog 1 keer volgas. En dan moeten we dat de aankomende twee dagen moeten we met elkaar bespreken hoe we dat gaan doen. Want als dat weer als vandaag gaat, dan gaat dat waarschijnlijk ook niet lukken.